Die zesdaagse, wanneer wist je eigenlijk dat je die ging rijden? Een paar dagen geleden pas. Dus ik kreeg uitnodiging van de organisatie na het NK Sprint om hier te komen rijden. En de Nederlandse top die was al uitgenodigd en die had al een contract getekend, zeg maar. En de Tsjechische top ook, wat ook wereldtop is. En, maar ja, toen werd ik Nederlands kampioen sprint en toen ja, kon de organisator het eigenlijk niet laten om mij er ook bij te halen. En sta je dan zelf ook meteen te springen of niet? Ja, want voor mij is het heel lang geleden dat ik hier gesprint heb. En ja, het is gewoon super leuk. En voor mij is het gewoon ja, genieten dat ik hier weer ja, mag sprinten eigenlijk. En ook op goed niveau en tegen de absolute wereldtop. En ja, als je dat een paar maanden geleden had tegen me had gezegd, had ik je niet geloofd. Nee, dat is één ding. Laat ik beginnen met het andere. Je zegt het is toch bekend terrein voor jou en je weet hoe het hier is. Maar wat maakt dit nou tot iets bijzonders, die zesdaagse hier? Ja, ik bedoel, het is een uniek evenement en, in Ahoy en het is heel groots opgezet. Zeker in het baanwielrennen is het natuurlijk ja, is een relatief kleine sport. Maar als je ziet hoeveel publiek hier erop afkomt, ja, dat is ongekend. En het is voor iedere baanwielrenner is geweldig om in deze sfeer te mogen fietsen. Een organisatie wilde niet om jou heen. Als je hier dan komt en je rijdt die baan in, zeg maar. Ik merk ook wel een beetje, ze komen ook wel voor je. Je bent een beetje het hoofdnummer samen met Jeffrey. Nou ja, dat vind ik een heel mooi compliment van je. En, uiteindelijk ja, doe je het ook wel een beetje voor het publiek natuurlijk. En is erkenning is wel heel erg leuk en dat voelt ook heel erg lekker. En ja, je probeert natuurlijk voor jezelf gewoon wel doelen te stellen en die te bereiken en mooie prijzen te winnen. En ja, als het publiek dat kan waarderen, dat is natuurlijk een extraatje. Maar voel je dat ook meteen? Voel je die waardering meteen als je hier rijdt? Nou ja, je bent natuurlijk wel een beetje met de wedstrijd bezig. En, maar je ziet wel dat het publiek, ja, ook, ja, je hoort het publiek wel naar de race en applaus en staan. Dus dat was wel super mooi natuurlijk. Ja, ik sta hier nou tegenover Theo Bos, de baanwielrenner. Dat is op zich vertrouwd, maar ook nieuw. En je hebt het al duizend keer over verteld ofzo, maar toch komt dit echt door Rio, deze keuze voor jou? Heb je echt, is het nou definitief een streep door de weg en vol op de baan? Ja, afgelopen seizoen op de weg liep niet super goed. En ja, eigenlijk ben ik deze winter weer een beetje op de baan gaan rijden en ook gaan sprinten. Wat ik ja, voorgaande winters eigenlijk niet deed. En ja, dat voelde heel erg goed. En ook met de jongens die ja, echt op ja, topniveau presteren, ook internationaal. Ja, denk ik voor mezelf dat ik daar ook wel een, ja, een goede derde man kan zijn. Waardoor je echt een sterke ploeg hebt. En ja, dat was voor mij eigenlijk wel het laatste setje om dit in ieder geval te proberen. Dan herontdek je jezelf ook een beetje misschien? Ja, het is, je gaat sprinten vanuit een heel ander, ja, vanuit de, ja, de duurtak van de wielersport, zeg maar. En, ja, dan voel je je ook anders op de baan en je bent iets minder krachtig en iets minder explosief. Maar je hebt daar wel weer heel veel inhoud bij gekregen van de weg. Door, ja, door die vele wegkoersen van 200 kilometer te verteren. En ja, dan merk je ook dat je veel trainingsarbeid aan kan en ja, toch een, ja, op een goed niveau kan sprinten. En dat, ja, dat wist ik altijd wel een beetje, maar dat het zo goed zou gaan had ik nooit verwacht. Zou het kunnen dat je door die jaren op de weg een betere baanwielrenner bent geworden of zou kunnen worden? Na het NK ben ik dat eigenlijk wel een beetje gaan geloven. Want kijk, ik zat laatst ook een beetje mijn logboekjes door te lezen van toen ik sprinter was en wat voor trainingsarbeid ik toen deed. En ja, wat ik afgelopen 6 jaar op de weg heb gedaan. Ja, dan zie ik nu al de trainingstijden dat het best wel vergelijkbaar is met toen. En, maar wel dat ik nu nog wel iets meer trainingsarbeid aan kan en makkelijker herstel van de trainingen, zeg maar. En kijk, natuurlijk van alleen maar fietsen op de weg, daar word je in principe niet heel explosief of heel snel van. Maar je wordt er wel heel efficiënt van. Hè? Als je ja, 200 kilometer fietst, dat zijn veel pedaalomwentelingen. Ja, die spieren die worden supergoed getraind in die beweging maken. En ik denk dat dat nu wel een beetje mijn kracht is geworden. Nou, na 6 jaar op de weg ben je een ander mens, maar je bent ook een andere renner. Je hebt ook een andere spieropbouw. Lullig gezegd, ik denk, Jezus, naast die Jeffrey Hoogland zie ik echt een heel iel mannetje. Ja, klopt. Absoluut. En zeker ook in mijn tijd toen ik
ja, nog meedeed om de wereldtitel sprint bijvoorbeeld, was ik sowieso al een licht mannetje. En wel een paar kilo zwaarder dan wat ik nu ben. Maar ja, vergeleken inderdaad met Jeffrey, ja, dan zie ik er echt uit als een wegrenner, ja. Ja, maar dan zeg je ook, het gaat om één ding snelheid, niet om massa natuurlijk. Ja, tuurlijk. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet voor er niet per se uit wil zien als een sprinter. Omdat, ja, ik ga ook geblokt zijn, omdat dat zo hoort. Uiteindelijk gaat het gewoon om wie de snelste rondetijd fietst of wie de hoogste snelheid kan halen. En dat maakt, ja, daar moet je niet per se kijken hoe het eruit ziet, maar hoe snel het gaat. Hoe is het dan verder vandaag als je hier dan komt? Ik sta hier, ik zit je al op te houden, de hele wereld springt op je af, iedereen moet wat van je hebben. Hoe bereid je hierop voor? Hoe zit je, zeg maar, je warmtefiets hier? Ja, dat, mensen vinden het interessant en dat is natuurlijk superleuk en ik vertel graag mijn verhaal. Dus alleen maar mooi dat er sowieso aandacht is voor het baanrennen. Dus daar ben ik ook wel... uiteindelijk is dat ook het verleden wat ik daar heb bereikt en dat ook natuurlijk meespeelt. En daar ben ik best wel een beetje trots op. Ja, dus je thuis natuurlijk van oorsprong, maar als je op die piste zit, voel je dan meteen weer die motivatie? Je bent een Nederlands kampioen, dat wil je ook laten zien, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Je wil gewoon zo goed mogelijk presteren. En je wil eigenlijk ook laten zien wat het baanmoeren in zich heeft. En alle facetten, dat je dat dan aan het publiek kan laten zien, dat is natuurlijk ook super belangrijk. En er speelt natuurlijk wel een klein... En de zesdaagse speelt me wel een klein beetje het show-aspect mee. Dus het is bijvoorbeeld het is niet 100% topsport, maar ook een paar procent show en spectaculaire races, zeg maar. En dat maakt een zesdaagse ook wel uniek en ook wel weer heel leuk, denk ik. Daar doe je wel graag mee, toch? Sorry? Daar doe je wel graag mee? Ja, absoluut. Het is gewoon super mooi om dat ik hier weer mag komen, want zo zie ik het wel. Om af te ronden, hè? Jij was wereldkampioen in het baanwielrennen. Dan ben je echt de hooi tot de beste van de beste. En dan ga je naar de weg, dan heb je dromen en ambities. Je hebt heus leuke dingen gewonnen, maar je bent niet de grote winnaar geworden die je misschien had willen zijn. Is het dan, als je nu weer terugkeert naar die baan, ook een beetje thuiskomen of dat je jezelf weer die beste van de beste kan voelen? Tuurlijk. Kijk, voor mij was het heel moeilijk om met de absolute wereldtop te meten op de weg. En ik heb altijd als droom gehad om ooit een keer de Tour te rijden. En dat is helaas niet gelukt. En als je dan terugkomt op de baan. En je wordt wel eigenlijk na anderhalve maand voorbereiden. Word je Nederlands kampioen. En dan doe je gewoon supergoed mee. Ja, dan is dat wel eventjes wennen dat het zo snel gaat. Want ik weet, op de weg heb ik heel hard geknokt. En dan haal je bijvoorbeeld een selectie niet of zo, weet je wel. En die wereld is heel erg hard. En dat maakt je ook wel... brengt je ook wel weer naar een hoger niveau als wielrenner op zich. Maar het is wel een lekker gevoel dat je ook een keer weer met je arm in de lucht kan fietsen. Misschien kan je er wel meer van genieten dan ooit tevoren, want je weet wat het betekent. Ja, dat denk ik ook. Want vroeger... je wilde altijd meer, weet je wel. En dan stond je niet heel snel stil van... ik ben twee keer wereldkampioen op dit WK geworden. En pas later besef je van dat het best uniek is. En dat je daar hard voor gewerkt hebt. En dat je daar misschien te weinig van genoten hebt, zeg maar. En met dat besef rij je inderdaad nu ook wel rond, eigenlijk. Maar vandaag hebben we wel weer de bevestiging gezien. Ik bedoel, Hoogland wint, maar Theo Bos is terug. Het is gewoon absoluut mooi om met de Europese kampioen in ieder geval te kunnen battelen en hem moeilijk te maken. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat hij internationaal gezien is gewoon de absolute wereldtop. Echt een van de snelste, zo niet de snelste renner ter wereld op dit moment. En ik denk dat hij zich gewoon echt moet focussen op Olympische medailles. Ik moet me gewoon proberen te richten op die teamsprint. En hopelijk zo goed mogelijk daar aan de start te kunnen staan in de derde ronde. En, naast Hoogland zij aan zij. Ja, absoluut. Ja. En dan, want iedereen gaat de voetstoot vanuit, dat redt hij wel, die Bos, sinds je dat hebt aangekondigd. Is dat vanzelfsprekend dat je je daartussen kan knokken?
Nee, ja, de ploeg is natuurlijk wel van hoog niveau. En ja, ik zal echt van goede huizen moeten komen. En gewoon constant een goed niveau moeten laten zien. En ja, daar ga ik voor. En ik weet niet of dat gaat lukken. Ik hoop het wel. Heb je genoten vandaag? Ja, absoluut. Zeker.